Wij besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Er is kans op lichte tot matige onweersbuien, voornamelijk in de kustregio en het westelijk deel van Suriname. Tegen het einde van de nacht kan er plaatselijk nevel of mist ontstaan, vooral in bosrijke gebieden. Morgen wordt het overwegend zonnig en droog. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat de gevoelstemperatuur morgen kan oplopen tot maar liefst 42 graden. Het advies is om de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Tot zover de binnenlandse informatie in het journaal.